Welkom bij de Spellers, al leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op 1000 bommen en granaten, uitgegeven door 99 Games. Het is een spel voor 2 tot 5 spelers waar je ongeveer een klein half uurtje mee zoet bent. En het doel van het spel is om de eerste te zijn die 6000 punten bij elkaar weet te sprokkelen. En dat ga je doen door dobbelstenen te gooien en daaruit de meest aantrekkelijke combinaties te halen. En hopelijk stop je op tijd zodat je daar flink mee kan scoren. Aan de andere kant kan het ook misgaan, gooi je te veel schedels, dan is je beurt voorbij. En de kaart die elke speler elke beurt krijgt, geeft weer een kleine bonus of soms een vervelende eigenschap waar je mee zal moeten dealen. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er precies in het doosje zit. Het spel is bedacht door Haïm Shavir en wij krijgen de spelregels in het Nederlands. Die zijn duidelijk opgezet. Met een uitleg van hoe je de punten kan scoren en een legenda met de verschillende kaarten en diens speciale eigenschappen. We krijgen 8 custom dobbelstenen waarop de verschillende symbolen staan waar we combinaties mee kunnen gaan maken. En we krijgen een set kaarten die speciale eigenschappen voorstellen waar je elke keer als je aan de beurt bent mee te maken hebt. Dat is wat we krijgen. Snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Die wij bijvoorbeeld even opgezet voor 4 spelers. Wijs willekeurig een startspeler aan, die krijgt de 8 dobbelstenen. Je schudt alle actiekaarten en die leg je in een gesloten stapel in het midden van de tafel. En dan ben je klaar om te gaan spelen. Het is handig om nog 1 iemand een pen en papier te geven, zodat hij de score bij kan houden van iedereen elke ronde. En zoals ik al zei, het doel is om de eerste te zijn die 6000 punten verzamelt. De ronde waarin iemand 6000 punten haalt, wordt nog wel uitgespeeld, zodat iedereen in ieder geval evenveel aan de beurt is geweest en dan wordt er gekeken wie de hoogste score heeft. En het kan zelfs zo zijn dat je in die laatste ronde dus weer punten verliest, waardoor je onder de 6000 gaat. Dan gaat het spel gewoon door, maar dan de volgende speler die dan 6000 of meer punten heeft, heeft onmiddellijk gewonnen. Maar zo zit hem op. Dus laten we maar eens gaan spelen. Als een speler aan de beurt is, is het eerste wat hij doet, is de bovenste kaart opendraaien. En dat is een missie die je moet volbrengen of waar je profijt van hebt. Daar ga ik zometeen nog meer aandacht aan besteden. Maar deze kaart, dat is een piratenschip, die moet ik verslaan. Ik versla hem door 3 gekruiste zwaarden te gooien, dus deze symbolen. En daar krijg ik 500 punten voor. Lukt me het niet om dit piratenschip te verslaan, dan gaan ze er vandoor met al mijn punten. Dus dan score ik effectief deze ronde niks. Nou, zo zijn er van allerlei kaarten die van alles en nog wat doen. Wat ik al zei, zal ik zo meteen even naar kijken. Maar als een speler aan de beurt is, gooit hij alle 8 de dobbelstenen. En nadat je geworpen hebt, moet je sowieso alle schedels apart leggen. Die mag je niet opnieuw werpen. Daarna mag je kaarten naar keuze apart leggen. En met die symbolen ga je punten proberen te scoren. Voor iedere speler is er een reference kaart. Elke gouden munt die je hebt is een punt, is de 100 punten waard. Elke diamant is 100 punten waard. En verder krijg je punten als je combinaties maakt. Dus heb je 3 dezelfde dobbelstenen, is dat ook 100 punten waard. Maar lukt het je om een grotere combinatie te maken, bijvoorbeeld 6 dezelfde dobbelstenen, dan is dat 1000 punten waard. En dat is dus ook cumulatief. Als ik erin slaag om bijvoorbeeld 5 diamanten te werpen, dat zijn 5 dezelfde symbolen. En 5 dezelfde symbolen staan garant voor 500 punten. Daarnaast is elke diamant 100 punten waard. Dus 5 keer 100 punten is nog een keer 500 punten. Lukt het je zelfs om 6 diamanten te maken? Een setje van 6 dezelfde symbolen is 1000 punten waard. En 6 diamanten is ook nog eens keer 600, dus dit levert 1600 punten op. Maar je gaat dus met de worp die je gedaan hebt kiezen welke dobbelstenen je wilt bewaren om mee te gaan scoren en welke dobbelstenen je opnieuw gaat rollen. Als je opnieuw wilt rollen, moet je minstens 2 dobbelstenen opnieuw rollen. Nou, in mijn voorbeeld moet ik in ieder geval 3 gekruiste zwaarden hebben. Die heb ik nog niet, dus dan zal ik toch eerst die opdrachtmuis proberen te voltooien. Dus ik kies ervoor om deze opnieuw te gooien. Ik heb in ieder geval 2 gekruiste zwaarden, maar ik heb ook een 3de schedel geworpen. En als je 3 of meer schedels werpt in jouw beurt, is je beurt gelijk voorbij. Je krijgt 0 punten. De dobbelstenen gaat naar de volgende speler. Die draait de volgende kaart open en begint weer van vooraf aan. Gooit alle dobbelstenen enzovoort enzovoort. 1 uitzondering daarbij. Als je aan het begin van je beurt met je eerste worp
4 of meer schedels werpt, dan ga je wel door. Wat je nu gaat doen, is je gaat alle andere spelers strafpunten geven voor elke schedel die jij hebt geworpen. Is dit bijvoorbeeld mijn eerste worp, dan heb ik 4 schedels. Dat betekent dat alle andere spelers nu 400 punten verliezen. Maar je gaat net zo lang door met werpen tot je geen schedels meer gooit. Dus ik gooi een tweede keer, 1 erbij. Iedereen verliest al 500 punten. En nu gooi ik geen schedels meer. Dit is ook de enige uitzondering waarbij je, mocht je nog maar 1 dobbelsteen over hebben, deze ene dobbelsteen mag gooien. Als je dus voor de, ja, ze noemen het het doodskop eiland. Als je daarvoor gooit, dan kun je nog proberen om er een laatste schedel van te maken. Zodra je klaar bent, het aantal schedels keer 100 is de hoeveelheid punten die alle andere spelers verliezen. Maar zo zijn de spelers 1 voor 1 aan de beurt. Nou, wat voor kaartjes zien we? Dit is gewoon een extra gouden munt. Dus als je deze kaart hebt samen met 2 gouden munten, heb je 3 gouden munten. Elke munt is 100 punten waard. Setje van 3 is 100 punten waard. Dus dit is al 400 punten. Zo heb je er ook eentje voor de diamant. Precies hetzelfde mechanisme. Er zijn kaarten waar al schedels op staan. Dat betekent effectief dat je dus aan het, voordat je begint met dobbelen, al een schedel of zelfs 2 schedels te pakken hebt. Dat kan fijn zijn om gemakkelijk naar Doodskop Eiland te gaan. Maar het kan ook betekenen dat je beurt heel snel voorbij is. Dan hebben wij natuurlijk de verschillende piratenschepen. Zoals ik al zei, je krijgt geen punten als je er niet in slaagt om een piratenschip te verslaan. Lukt het je wel, krijg je de punten van het piratenschip en de gebruikelijke punten voor de setjes die je gemaakt hebt. Dan hebben wij de tovenares. Daarmee mag je eenmalig 1 van jouw schedels opnieuw werpen. Wij hebben de schatkist. De schatkist die kun je gebruiken om dobbelstenen op te leggen en eventueel ook weer af te halen. Schedels kun je er niet van afhalen. Maar als je dan kapot gaat omdat je 3 of meer schedels gooit, krijg je in ieder geval nog de punten voor de dobbelstenen die je op je schatkist hebt gezet. Dus in dit geval toch nog 200 punten. Dan hebben we nog de piraat zelf. Die verdubbelt jouw score. En dat wil ook zeggen dat als je naar Doodskop Eiland gaat, dat die de strafpunten voor alle andere spelers verdubbelt. En tot slot heb je de dieren. Normaal gesproken ga je setjes verzamelen. En dat kunnen setjes zijn bestaande uit de 5 verschillende symbolen. Want de schedels wil je in principe niet verzamelen. Maar je hebt aapjes en je hebt papegaaien. Dus dat zijn 2 verschillende soorten setjes die je kunt of moet maken. In dit geval tellen alle dieren als 1. Dus je hebt nu al 3 dieren. Wat al overeenkomt met een setje van 3 gelijke dobbelstenen is 100 punten. Dus dat is een makkelijkere manier om die setjes te verzamelen. Dus dat zijn de kaarten die je tegen gaat komen. Op die manier gaan we dus door tot er iemand is die 6000 of meer punten bij elkaar heeft weten te sprokkelen. Dan wordt de huidige ronde afgemaakt zodat iedereen evenveel aan de beurt is geweest. En dan gaan we kijken wie de meeste punten heeft weten te verzamelen. En die wordt de winnaar van 1000 bommen en granaten. En zo wordt het spel gespeeld. 1000 bommen en granaten is een snel vermakelijk partyspelletje met eenvoudige regels. Je krijgt het simpel op tafel, het is toegankelijk en het heeft ook een hoge geluksfactor. Het is namelijk gewoon dobbelen met een kleine twist in de vorm van de verschillende kaarten. Maar heel veel invloed op wat er met de dobbelstenen gebeurt heb je niet. Het enige wat je kan doen is hoe ver durf je te gaan, push your luck. Dus heb je een prachtige worp liggen, maar denk je, ja, als ik die 2 dobbelstenen nog 1 keertje gooi, dan kan ik die score misschien nog hoger krijgen en er nog meer punten mee verwerven. Maar tegelijkertijd loop ik het risico dat ik een extra schedel gooi en mijn beurt voorbij is en ik helemaal geen punten krijg. Nou, dat zijn een beetje de keuzes en afwegingen die je hebt, maar verder is het gewoon flink dobbelen. De snelheid maakt dat acceptabel. De humor zit hem voor een gedeelte in het feit dat het bij andere mensen natuurlijk episch faalt, maar zelf zul je er ongetwijfeld af en toe ook last van hebben. En je moet dit spel niet te serieus nemen. De vormgeving is duidelijk en helder gedaan en de kaarten voegen een leuke twist toe aan de mix. Maar als je houdt van enige invloed of tactiek, dan zal dit spel je misschien minder bekoren. Maar het is een oké spelletje wat lekker wegspeelt en gemakkelijk op tafel komt en daarom ook gewoon een 6 krijgt.
not Spellenzolder.